Dit doe ik nu 11 jaar. Okay. Ja. Waarvan 9,5 jaar voor mezelf nou. En 2 jaar bij een andere perla. Hoe ben ik hier in beland? Ik ben vroeger altijd speedwayrijder geweest. Speedway, ik was een professional. Dat heb ik 15 jaar gedaan. Speedway is op ja, deurtrek noemen ze het hier in België. Dat is op gravelbanen en dan met vier rijders in de baan. En dan ja, winnen we even punten scoort. Winnaar krijgt 3 punten. En ja, dat heb ik 18 jaar gedaan, maar 15 jaar beroepsmatig. Ik heb 7 jaar in Engeland gereden met Speedway. Ik ben tweemaal Nederlands kampioen in de Speedway. En de hele wereld over geweest, Australië, Nieuw-Zeeland, heel Europa door. En gewoon een mooie carrière gehad, maar dat houd ik hier ook natuurlijk. Ja. En toen ben ik, daarna ben ik 11 jaar geleden met Telemann begonnen. En dat ja, gewoon omdat ik een mooie was. Ja, in eerste instantie is hobby en nu is mijn werk geworden. Ja. Deze land heb ik in Frankrijk gekocht voor 9,5 jaar. Ja. Super. En de risico's al verbonden? Ja, die zijn er al verbonden, ja. Zullen jullie zonder helmet? Ik ben 10 jaar geleden ben ik boven tegen de kabel aangereden. Je hebt de show net gezien. Ja. Ik ben tegen de kabel aangereden en toen naar beneden gevallen. Dat ging eigenlijk af. Ik weet heel hard op dat moment. En toen ben ik zeg maar door de schuine kant heen gevallen. En ik was 3 uur later wakker in het ziekenhuis tegen een broken rug. Dat was niet zo mooi. Maar goed, ik had wel doorgegaan. Ja, jullie eigenlijk geen helm? Een helm hebben we alleen maar last van. Een helm wordt dus ook, het is een gevecht tegen de G-kracht eigenlijk. Hè? Dus de helm wordt naar beneden gedrukt en dan krijg je last van je nek. Je kunt goed horen waar je partner zit. Dat is gewoon eigenlijk meer gevaarlijk dan dat het goed doet. En natuurlijk kun je met een helm ook je nek breken. Dus vandaar dat we zeggen, we reizen onder helm. Veilig. En hoeveel shows doen jullie per jaar? Wij doen ongeveer 15 tot 20 weekenden per jaar dat we ergens onderweg zijn. Ja. Jullie bedankt. En we rijden met oude Indianmotoren, heb je ook wel gezien. Dat zijn oude Indianmotoren, de oudste van hier van 1923. Het is inmiddels 84 jaar oud. En waarom zijn het precies die motoren? Die motoren werden vroeger in de stelling gebruikt, omdat ze heel betrouwbaar zijn. Dat was toen de beste motor die er was. Het mooie geluid wat erin zit, is nog een mooie geluid van Harley Davidson. En ja, de mensen vinden het toch mooi, een nostalgische show. En vinden wij horen Indian bij. Het is ook niet wat ja, maar was gemaakt van iets speciaal. Nee, ik doe ze allemaal, ik maak ze allemaal zelf maar. Je kan er eigenlijk goed niet gedaan. Dat zou je kunnen, ja. Maar je moet een aantal dingen veranderen, zodat de banden moet je aanpassen. En dan zijn er uitstekende motoren worden. En de mensen zijn er zo die meedoen van de show? We zijn vandaag met z'n tweeën, morgen zijn we met z'n drieën. Ja. Morgen komt een zoon erbij, die redt met een kat. Kijk, daar op de foto daar is een volgende foto, ja. Dat is een kat. En die heb ik hieronder staan, omdat mijn zoon vandaag moet voetballen. En hij voetbalt vrij hoog in Nederland. Het is amateur, maar hij krijgt ook nog wel betaald ook. Dus hij moet vandaag voetballen en dat gaat ervoor. Ja. Goed. Jullie bedankt. Nog groeten van mijn hele crew aan jullie klas. Okay. Tot ziens.